Dankjewel. Vandaag ga ik een interview doen met de bekende kinderboekenschrijfster Nanda Roep. Maar ze komt er zo aan, dus ik heb even tijd om wat te doen. Maar ondertussen kunnen jullie alvast op de rode abonneerknop drukken. Dat is helemaal gratis en je blijft op de hoogte van mijn video's. Nou, ik zit nu in de bibliotheek met Nanda op de bank. En ik ga er nu wat vragen stellen. Hoe lang ben je eigenlijk al kinderboekenschrijfster? Al 21 jaar. Dat is echt super lang. Dat is zo lang. Ik ben helemaal zelf ook in shock. Dat is gewoon een volwassen leeftijd. Waarom heb je besloten om boeken te gaan schrijven? Nou, dat is dus 21 jaar geleden. Ik moet heel diep nadenken. Maar wat ik me vooral herinner was dat ik zo ontzettend graag de hele dag wilde kletsen. Ik weet niet, sommige mensen herkennen zich daarin. Maar ik had zoveel verhalen in mijn hoofd en die wilde ik allemaal vertellen. En als ik het op papier deed, dan lukte het ook om dat rustig te vertellen dat anderen ook begrepen wat ik bedoelde. Nou, heel veel boeken van jou gaan over Plaza Patata. Waarom? Ja. Plaza Patata is de grootste serie die ik heb gemaakt. Dus ik heb meer dan 60 boeken gemaakt. Maar van Plaza Patata zijn er... Ja, maar van Plaza Patata zijn er nu 12. De 12e komt er bijna aan. Dat is de langste serie. En ik denk, want ik wil nog steeds niet ermee stoppen. Ik denk omdat er zoveel in zit waar ik zelf ook zo blij van word. En heel veel andere kinderen ook. Bedenk je zelf alle gebeurtenissen in de boeken? Of is het ook eens dat je het zelf een keertje mee hebt gemaakt? Nou, dat wisselt. Met Plaza Patata heb ik heel veel bedacht. Maar er is één boek, bijvoorbeeld Paniek in Parijs. Die staat daar hier? Achter jou. Ja. Daar staat heel veel in wat ik met mijn dochter in Parijs heb meegemaakt. Alleen heb ik daar dan Plaza Patata-achtig iets van gemaakt. Dus het is een spannend verhaal. En ook het boek De Theatergek. Die staat die helemaal staat in de hoek. Hier, ja, zo. En hier en ook. Daar. Daar gebeurt er iets heel gevaarlijks. Want er valt een theaterlamp uit de lucht. En dat is in het echt gebeurd bij de tekenaar. Sylvester. Want die is eigenlijk een artiest. Dus, toen was en dat is ook jouw man, toch? En dat is ook mijn man, ja. En hij had vroeger een cabaretduo, dat heette Arie en Sylvester. En dat was heel groot. En daar is een keer een theaterlamp uit het plafond zo omlaag komen vallen. Toen kwamen ze grijs van schrik thuis. En toen dacht ik eigenlijk meteen, dit is leuk voor in een boek. Vind je het leuk om samen met je man te werken? Ja, ik vind het echt ineens, wat zei ik nou, heel anders om hem zo te zien, samenwerkend. Want wij zijn eigenlijk ook al 20 jaar samen. Dus bijna net zo lang als dat ik schrijver ben. En vroeger was hij gewoon artiest en ik schrijver en deden we niks met elkaar. Maar nu, hij kon bijvoorbeeld veel beter, de vader die heel vaak zit te gamen, kon hij veel beter tekenen, want hij houdt daar zelf ook veel meer van. Ja, en de boeken die hier achter ons op de bank staan, heb je samen met je man gedaan. Ja. En dat was de eerste schrijver? De eerste tekenaar, ja. Ja, tekenaar. Ja, met haar ben ik begonnen. Dus de serie Plaza Patata is begonnen bij uitgeverij Leopold. Daar zat ook Paul van Loon en de boeken van Kikker, grote uitgeverij. Maar ik wilde dus theater erbij maken en muziek en knutselplaten. En dat kon niet bij de gewone uitgeverij. Dus toen ben ik mijn eigen uitgeverij begonnen. En nu kan ik dat allemaal zelf doen. En je ziet ook dat hier Plaza Patata het icoontje is veranderd. Ja. In Plaza Patata krijg je altijd je friet van een treintje. En die rijden langs de muren heen en weer. En dat hebben wij in het logo terug laten komen. En wat ik ook aan Sylvester heb gevraagd, is om een beetje meer cartoonachtig te tekenen. Want het is een beetje een serie, vooral de detectiveboeken. Dan moet ik zelf denken een dit beetje... Dit is toch zo'n detectiveboek? Nee, dit is een graphic novel. Dus hier heb je... Ik zal het even laten zien. Dit is zo'n boek met heel veel tekeningen en veel minder tekst. Yeah. En daar komt er nu binnenkort nog één van. En dit zijn allemaal detectives. Hier, deze. Ja, dus dat zijn spannende verhalen. Zijn jullie het ook wel eens oneens? En wie beslist het dan? Ja, wij zijn het heel vaak oneens. Eigenlijk altijd. We zitten altijd, want we zijn twee kunstenaars. Hij dan theatermaker en ik boekenmaker. We hebben altijd onze eigen ideeën over hoe het zou moeten. Maar we hebben eigenlijk zo'n verdeling bedacht dat er eentje de baas is.
En kijk, bij theaterstukken is hij de baas, maar bij de boeken ben ik de baas. Bijvoorbeeld bij de tekeningen van Luna en Lotte zie je de ogen zijn streepjes. En dat mag. En Sylvester heeft kunstacademie gedaan en ik zie dat ook zo. Maar heel veel kinderen begrijpen deze tekening dan niet. En toen heb ik tegen Sylvester gezegd, ik wil dat je ogen aan haar geeft. Want er zijn toch zoveel kinderen die niet begrijpen dat die streepjes de ogen zijn. Ik heb zelf dyslexie en ik vind jouw boeken heel erg fijn om te lezen. Heb je daar rekening mee gehouden? Ja, nou niet speciaal met dyslexie. Ik heb wel om die reden de dyslexie letter ook uitgebracht. Die hebben we nu niet hier staan. Hè? Dat is wel heel erg fijn om te lezen als je dyslexie hebt. 7 van de 12 boeken zijn een dyslexie letter. En dit boek, die kunnen kinderen met dyslexie ook gewoon lezen. Want dat is een andere letter. Een soort van Tom Groot-achtig boek is het. Ja, precies ja. Wat zou je kinderen met dyslexie adviseren? Ja, toch om wel te blijven proberen. Als ik zo'n boek lees, dan snap ik het verhaal niet echt. Ja. Totdat ik de dyslexie-uitgave lees, dan leest het super makkelijk. Waar gaat je volgende boek eigenlijk over? Ja, schoolkamp. Heb je schoolkamp gehad? Ja. Luna gaat op school. Er wordt dus ook zo'n Tom Groot-achtig boek. Zo heen. Ja, en daar heeft ze klassefeest. Luna's flopfeest heet dat. En het nieuwe boek heet Luna's schoolramp. Want het schoolkamp gaat ook totaal niet zoals zij wil dat het gaat. En ze moeten naar een boerderij uit de ijzertijd. En dat is wel leuk, want dat is in Apeldoorn, waar ik woon, gaan heel veel kinderen op schoolkamp naar zo'n boerderij uit de ijzertijd. Ik heb wel het omslag klaar, maar het boek is nu bij de beurzen. Kijk, ik kan het je wel laten zien. Kijk, dit wordt dan Luna's schoolramp. Met de geit, de poep. Er zitten veel poepgrappen in deze. Hoeveel boeken zijn er eigenlijk al van jou verkocht? Oh, dat weet ik nu niet eens. Ik heb het wel eens geteld. Het gaat echt om honderdduizenden. Maar er zitten boeken tussen waarvan er van één titel meer dan 10.000 zijn verkocht. En soms zijn het er maar 2.000. Nou, dit was eigenlijk de video met Nanna. Maar ik wil Nanna nog heel erg bedanken. Dus ik heb een Zaans mandje gemaakt voor Nanda. Oh, wat leuk. Nou, dankjewel. In het mandje zit duivenkater, hier zo, met de jam, Zaanse mayonaise. Ik zie het, je al grappig. En hier verkadekoekjes, dat komt ook uit de Zaanstad. En duivis? Ja, duivis is ook een Zaans merk. Borrelnootjes zijn het. En dit mandje is dus voor jou. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. En het is een roze mandje. Ja. Jouw lievelingskleur, begrijp ik. En een kaartje zie ik erin van Kim's vlog. Ach, wat leuk zeg. Maar ik heb ook iets voor jou. Zal ik dat ook aan jou geven? Grappig, ik had ook iets voor jou meegenomen. Een plazen patata tasje. En met dit is het boek van deze. Flopfeest. Met de verjaardagsposter erin. En een plazen patata boekje. Wat zit er nog? Een plazen patata pennen. Dat zit er allemaal in. Voor jou. En bedankt. Ik vind het heel leuk, zo'n jonge, actieve meid. Dus mag ik dan vragen of jij dit boekje wil signeren voor mij? Signeren doe ik het allerliefst van alles, Kim. Als schrijver zijnde. Nou, vonden jullie dit nou een superleuke video? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal en zet vet een leuke reactie onder de video. En zie ik jullie volgende week weer. Doeg! Doeg!